Diana Matroos. De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers waar Rutte 4 voor staat. En twee, omdat we indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer praat ik erover. Over dat politieke machtsspel met 5 kopstukken waar weliswaar niet op gestemd kan worden, maar waar de campagne dus wel om draait. Vandaag trap ik deze week af met Meili Vos. Zij is Eerste Kamerlid en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in die Eerste Kamer. Maar natuurlijk kennen we haar ook van haar tijd als Tweede Kamerlid. Kortom, ja, Meili, je loopt ontzettend lang al mee in politiek Den Haag, landelijk, in die Eerste Kamer. Je bent overal. Ja, dus, soms noemen ze je dan een fossiel. Maar het fijne is, ik heb ervaring en kan relativeren en ik kan wel zeggen dat ik wel een beetje weet hoe het waar werkt. Het over gaat en hoe het werkt. Ja. Nou, ja. We hebben een uur om dat allemaal te bespreken. Ik ga natuurlijk straks met je over de campagne-issues praten. Welkom trouwens, fijn dat je daar bent. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. En het eerste is, je bent natuurlijk ook sinds kort lid van GroenLinks, omdat jullie partijen gaan samenvoegen, hè, na die eerste Kamerverkiezing. Wat was daarin voor jou het allerspannendste om die stap te maken? Om te besluiten dat we gingen samenwerken, dat was eigenlijk niet zo spannend. Want dat deden we natuurlijk afgelopen jaren al. We stemmen heel ons stemgedrag af. Hè. Wat ga jij doen met de motie? Wat ga jij doen met deze wet? We doen vaak samen de woordvoering bij een bepaalde wet. Dus dat was niet zo spannend. Maar wat ik wel spannend ga vinden is natuurlijk van hoe voeg je 2 verschillende organisaties, want dat heb je het eigenlijk over, hoe voeg je dat samen? Dus dan krijg je eigenlijk hetzelfde als wat veel ondernemers ook wel eens hebben. Weet je, hoe fuseer je, hoe zorg je dat een nieuw team gaat samenwerken? En dat zijn eigenlijk dezelfde vragen, denk ik, waar heel veel ondernemers of organisaties ook wel mee te maken hebben. En die is ook gewoon spannend. Ook leuk trouwens. Leuk en spannend. Ga ik het uitgebreid met je over hebben. Doen we in 2e half uur. Maar wat ik ook van je wil weten, het tweede, dat is, je ziet eigenlijk overal in de media wordt er geschreven, het is een gevecht tussen links en rechts. Dat hoor je, dat zie je, dat komt overal, komt dat terug, ook door de posities die de partijen kiezen. En ik vraag me dan af, is dat waar Nederland op zit te wachten? In een tijd dat we echt boordevol crisis zitten. Nee, Nederland zit te wachten op meer samenwerking. Dat mensen elkaar weer in de ogen kijken. En dat we problemen oplossen. Dat is het belangrijkste. En ja, er worden natuurlijk verschillen worden enorm uitvergroot. En die zijn er natuurlijk ook. En het gaat uiteindelijk wel om de strijd over hoe je dan die problemen wil oplossen. En wij zien wel dat dit kabinet moeite heeft om knopen door te hakken. Dat zie je dus aan het stikstofdossier, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. We hadden het er net even over. Hè. Dus bijvoorbeeld dat ZZP'ers nog steeds tegen dezelfde dingen aanlopen als 15 jaar geleden. Want dat was een belangrijk punt, een drijfveer waarom je ooit in de politiek bent gestapt. Zeker. Ja. Maar hoe kijk je naar dat? Want je bent er natuurlijk zelf ook een onderdeel van. Hè? Dat links tegen rechts en jullie bieden tegen elkaar op, ook in dat opzicht. Hoe kijk je daarnaar? Want ik kijk er soms wel eens met. Ja. Er is natuurlijk een groot verschil in idealen, een ideologie, een mensbeeld tussen bijvoorbeeld de VVD en de PvdA. De VVD vertrouwt mensen minder dan de PvdA zou willen doen. De VVD heeft een ander idee over belastingen, over de inrichting van de samenleving dan de PvdA. Wij zouden dingen graag wat meer samen willen doen. Zij zijn wat individualistischer. Je moet niet ontkennen dat dat een groot verschil is. Dat is natuurlijk ook de kern van de politiek. Alleen, wij moeten in Nederland natuurlijk wel problemen gaan oplossen. En wat wij nu zien is dat heel veel problemen gewoon niet worden opgelost. Terwijl die oplossing er wel binnen handbereik ligt. En dat baart mij zorgen. En dat je dan vervolgens allerlei valse tegenstellingen ziet, die bijvoorbeeld ook door de partijen aan de rechterkant van de VVD worden opgeworpen. Dat vind ik helemaal zorgelijk. Maar jullie doen het zelf ook. Hè? Ik bedoel, de teksten over en weer. Ik bedoel, ik hoor Klaver zeggen dat de VVD wel bezig is met het klimaat, maar vooral het klimaat van de wijnkelder, geloof ik, hè? Zoiets. Ja, zoiets was de tekst. Jullie zijn heel goed in allemaal dat soort teksten. Ja. Dus jullie doen er allebei natuurlijk aan mee. Ja, goed. Ik denk dat de kiezer ook wel snapt dat dat een campagneuitspraak is. Maar daarachter zit ook wel de boodschap. Je moet wat met het klimaat doen. En dat gaat inderdaad breder dan klimaat. In bijvoorbeeld, je hebt mensen die zeggen, dan heeft het gesneeuwd. Nou ja, het klimaat is opgelost. Nee, het is echt een groot probleem. En je moet dat ook wel onder de aandacht weten te brengen. En
Ja, dat kan je niet ontkennen dat daar echt wel verschillen zijn. Dus dat je die benadrukt, mm-hmm. ook juist in de verkiezingen. En dat snap ik, hè? Ik bedoel, die teksten snap ik allemaal. Maar gewoon, je zou denken, ergens moet je natuurlijk van elkaar je afzetten, zodat het duidelijk is, die staat daarvoor en die staat daarvoor. Maar ergens zou je ook hopen dat er iets meer uit klinkt. We gaan het samen doen. Want je zegt, nou ja, eigenlijk het punt is dat we zien dat er heel veel dossiers niet worden opgelost. En dan hoop je in dat samen. Maar ik heb ook naar dat tv-debat zitten kijken. Ik weet niet hoe jij daar... Je stond er zelf niet bij, maar hoe kijk jij dan naar zo'n schouwspel? Nou, dat vond ik dus echt niet echt heel erg verheffend. Want dat ging inderdaad om allerlei valse tegenstellingen. Daar werd ik vreselijk door elkaar gepraat. Terwijl wat Nederlanders willen is een bestuur wat gewoon problemen oplost. En met PvdA en GroenLinks hebben we natuurlijk wel gewoon een aantal oplossingen ook aangedragen. Bijvoorbeeld het energieplafond, maar ook oplossingen bijvoorbeeld voor mm-hmm. de arbeidsmarkt, voor sociale zekerheid, om armoede op te lossen. En dat staat wel op het spel. Het is niet zo dat wij alleen maar ons kont in de krip gooien. Sterker nog, wij proberen met allerlei oplossingen dit kabinet ook te helpen om de knoop door te hakken. En dat staat en ligt op het spel. Het dan alleen maar aan die partijen, helemaal niet aan jullie? Het is ook een beetje een sfeer hoe jullie met elkaar omgaan eigenlijk. Ik begrijp waar je bedoelt. En ik zag gisteren dat ik naar dat debat te kijken. Dacht ik, jongens, dit is ook geen verheffend beeld van hoe politiek daadwerkelijk gaat. Want zeker in de Eerste Kamer laten we elkaar zeker wel uitpraten. Alleen je kunt niet ontkennen dat de oplossingen die wij voorstaan echt groot verschillen met bijvoorbeeld PVV Ja 21. En de vraag is waar VVD als grote partij, waar ze naar gaan luisteren. En dat verschil kenbaar maken, dat is ook natuurlijk wel de kern van de campagne. Maar je zou willen dat uiteindelijk ook wel een oplossing dat er wordt voor gekozen. Maar ja, dat zal toch echt wel na de verkiezingen duidelijk zijn welke oplossing er wordt gekozen. Deze verkiezingen zijn natuurlijk ook heel erg lastig, omdat we natuurlijk indirect een stem uitbrengen op de Eerste Kamer. Ik bedoel, we kunnen niet op jou stemmen, maar of op een van de andere lijsttrekkers. Maar we weten een beetje hoe dat spel werkt. En daar is een kettingvraag bij. Ja. Want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En afgelopen vrijdag had mijn collega Art Rooijakkers, onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, te gast. Dat was een week over 1 jaar oorlog in Oekraïne. En Bernard Hammelburg had deze vraag voor jou. Ja, ik vind dat hele idee van lijsttrekkers onzin. Want wij stemmen helemaal niet op de Eerste Kamer. Dat zijn getrapte verkiezingen. En dat brengt mij wel tot een vraag. Er is nu net, na een actie van Eelco Keij, een D66er, met een groep andere mensen, een regel tot stand gekomen, een toevoeging gemaakt aan het systeem. Er is een extra kiescollege voor Nederlanders in het buitenland. Die kunnen dus meestemmen voor de Eerste Kamer. Waarom kunnen jij en ik niet op een kiescollege stemmen in plaats van die ingewikkelde weg via de provinciale staten? Dus dat zou ik graag van Meili Vos willen horen. Ja, kan het anders? Alles kan anders, maar dit vergt wel een grondwetwijziging. En in Nederland zijn grondwetwijzigingen zijn behoorlijk ingewikkeld. Maar het is een terechte vraag. Kijk, op zich, voor de individuele kiezer maakt het niet zoveel uit. Het is ook via dat kiescollege natuurlijk indirect. Hè. Je stemt op zo'n kiescollege en alle grote partijen hebben in ieder geval gezorgd dat Nederlanders in het buitenland daarop kunnen stemmen. Die vervolgens na het over de provinciale staten heen direct kunnen stemmen voor de Eerste Kamer. Nu is het zo natuurlijk dat je eigenlijk indirect, dus je brengt eigenlijk 2 stemmen uit voor jouw provincie, hè, voor datgene wat je daar belangrijk vindt. En indirect ook gelijk voor die partij waar je op stemt, zal ook stemmen op diezelfde partij in de Eerste Kamer. Getrapt. Maar bijvoorbeeld stel dat je in de provincie iets anders belangrijk vindt dan in de Eerste Kamer. Ja, je hebt wel een koppelverkoop. Dus dat is het onhandige aan deze wijze van stemmen, die we natuurlijk al jaren hebben. En dat komt allemaal uit. En elke keer hebben we het weer over, maar we laten we hebben het weer over. Maar goed. Het voordeel van deze manier van stemmen is dat ook voor de mensen die dus op moeten komen en die moeten gaan stemmen voor de provinciale staten, dat ze een extra reden om te stemmen. Dat daardoor de opkomst in ieder geval waarschijnlijk wordt bevorderd, althans volgens politicologen. Er zitten ook wel voordelen aan, maar dat het onhandig is, hè, en dat je en het nadeel bijvoorbeeld van, stel dat je direct zou stemmen voor de Eerste Kamer, dan krijg je inderdaad de situatie zoals in de Verenigde Staten, dan krijg je zogeheten midterms. In de Verenigde Staten stemmen ze om de 4 jaar voor het congres, hun Tweede Kamer. En om de 4 jaar voor de Senaat, hun Eerste Kamer, als het ware. En dat is om de 2 jaar. Eigenlijk kan een Amerikaanse president maar 2 jaar ongeveer wat doen, want meestal word je gelijk afgerekend bij de senaatsverkiezingen. En dat kan een keuze zijn, en dat gebeurt natuurlijk indirect hier ook. Maar dat heeft ook zo zijn nadelen. En ik moet je zeggen, wij als PvdA zijn er nog niet over uit wat we precies van deze vraag van Hammelburg vinden. Ik weet wel dat het, en dat is natuurlijk het mooie van de politiek in Nederland. Hier wordt grondig over nagedacht. En een grondwetwijziging, dat zie je ook wel,
is ook wel mogelijk.